Vrijdagavond speelde NEC de uitwedstrijd bij MVV en het verloor met 4-1. Na de wedstrijd spraken we met Pepijn Leinders en Mart Dijkstra. Ja, je verliest 3 uitwedstrijden in 2018, gaat ook de 4e verloren. Waar ging het vanavond mis? Snel op achterstand, niet goed starten. Het is een hele pijnlijke natuurlijk, omdat er gewoon elke wedstrijd is een wedstrijd op zich, maar wel met dezelfde problemen. Je komt vroeg op achterstand door onnodig balverlies. Tegen snelle spelers van hun die echt loeren op de counter. En ja, als je dan achteruit loopt, spelers in 1-1 laat spelen, geen rugdekking geeft, niet elkaar helpt in de duels. Als we dan aan de bal zijn, niet sterk genoeg aan de bal om een combinatie te spelen, om het vast te houden. En, ja, dat is gewoon. Ja, dat is één van de oorzaken. Ja, bij M werd er gezegd dat het een gatenkaas was, te hoog druk zetten. Vandaag probeerden jullie wat meer in te zakken, maar het pakte niet goed uit. Al kwamen daar natuurlijk de 1 en 2-0 niet per se vandaan. Dus in dat opzicht zou je dat nog weer even terug moeten bekijken. Alleen de goals kwamen meer vanuit ons balverlies en zij speelden dat heel snel uit. En die 1-0 die valt... Die valt er echt in, laat ik het zo zeggen. Ja. En je hebt al een stapje terug gedaan, zoals je zei. Iets meer inzakken. Hoe vond je dat uitpakte vanavond? Ja, we hadden nog steeds druk voorin ook. Alleen, wat ik zeg, je moet als team dingen proberen te voorkomen. En dat lukte niet. Waar dat dan ook op het veld. Kijk, als onze achterste linie te snel achteruit loopt, te veel ruimtes weggeeft, ja, dan kun je waar je dan ook druk zet. Ja, dat heeft... Ja, dat maakt niet uit of je hoog staat of laag staat. Ja, dat maakt, dan wordt de ruimte sowieso te groot. Ja, en dat is jammer van die achterste linie, want daar was je juist zo tevreden over. Ja zeker vorige week aanvallend gezien was oké. Okay, maar het is wat ik al zei, het is niet één linie of het is een collectief probleem. Dat je geen grip krijgt waar de bal is. En aan de bal gewoon te slordig en niet zuinig genoeg en niet snel genoeg van kant wisselen. Gewoon niet goed genoeg. Niet snel genoeg. Ja, het is altijd een mix. Je wil ze lokken zodat je zelf meer ruimte krijgt. En je wil niet te ver vooruit zodat de ruimtes allemaal te groot worden. Alleen, daar ontstaan de goals niet uit. Maar waar ontstaan de goals dan wel uit volgens jou? Waar gaat het dan wel mis? Ja, dat we niet goed genoeg waren aan de bal. Ik bedoel, u zegt het met de 0-1 en ik denk dat de 1-4 ook wel, of 4-1 ook wel een voorbeeld daar was bij mij. Dus dat zijn de momenten, niet zozeer vanuit het voetbal dat zij dat dan deden. Ja, wat mij opvalt is dat er geen opgaande lijn in het voetbal zit. Zie jij dat wel? Ja, dat is het aparte. We hadden het net ook over zo'n goede week gehad qua training en er gebeurden zoveel interessante dingen en gewoon goede organisatie. En dan dan staat het gewoon niet goed in de wedstrijd en dan lijkt het wel te snel te gaan en kunnen daar niet op anticiperen en reageren daar niet goed genoeg op. Maar het gaat om de wedstrijd, het gaat niet om trainen. Dus ja, het is heel simpel. Het moet gewoon heel snel beter. Ja, je hebt nu een kraker voor de deur en die moet je wel echt goed aangaan, want anders dan verspeel je nog meer. Ja, tot slot, dan lopen jullie met z'n allen naar de supporters. Hoe is dat gesprek dan? We zitten beide vol emotie van de wedstrijd en dat spreek je naar elkaar uit. En daar voer je dan een gesprek over. En dat is niet altijd even makkelijk, zowel voor de supporters niet als voor ons. Alleen zij hopen gewoon dat wij de punten pakken en wij moeten het laten zien. En daar komt het uiteindelijk om neer. Wat ik zeg, ik zit nu nog een beetje vol emotie van de wedstrijd. Morgen gaan we dat bespreken en afsluiten. En dan ga ik weer vol vertrouwen richting volgende week. En dan komt er weer een belangrijke pot aan. Alleen nu baal ik nog enorm van de nederlaag.